Hallo, goedemorgen. Ik heb al een paar dagen niet gevlogd. Dus ik dacht, ik ga even extra video's maken hier op Bali. Want anders vind ik het heel erg zonde. En vandaag start ik dus met een extra video. En dat is een video waarin ik eigenlijk laat zien wat ik op een dag eet. What I eat in a day. En dat is dan de Bali editie. Dus lijkt me heel erg leuk. Let niet op mijn bezweten hoofd. Ik heb een zonnebrandcrème opgedaan. En ja, nu lijkt het alsof ik heel erg zweet. Maar het is gewoon een crème. Wij gaan dus starten met het ontbijt in het hotel. We hebben echt een heel chill hotel waar we eigenlijk bijna niet uitkomen. Dat is ook de reden waarom ik eigenlijk niet meer vlog. We ontbijten hier, zwemmen hier, rijden hier rond. We hebben hier 3 restaurants waar we uit kunnen kiezen om te eten. Dus dat doen we ook meestal. En ontbijten gebeurt hier natuurlijk ook. Van de 3 restaurants kunnen we bij 2 plekken ontbijten. Dus dan kunnen we elke keer kiezen waar we willen ontbijten. En dan laat ik jullie zo zien wat ik heb gekozen vandaag. Dus wij zitten nu bij een restaurantje voor ons hotel. Die nog wel bij ons hotel zeg maar hoort. En die serveren ze best wel lekker ontbijt. Voor het geval je afvraagt, wat de fuck heb je voor een bril af? Deze heb ik gescoord bij de supermarkt, omdat ik mijn bril ben vergeten thuis. Dat is Dior, hè? Zie je dat niet zeker? Dior. Ik begin mijn dag hier altijd met een low black koffie. Dus eigenlijk de Bali koffie hier. Die smaakt iets anders, maar het smaakt een beetje naar... Ja, ik vind het een beetje smaken naar filterkoffie, maar hij is wel echt heel erg sterk. En ik bestel altijd water erbij om mijn vitamines te slikken na het ontbijt. Ze draaien speciaal voor mij Selena Gomez, horen jullie dat? En ze heeft een munt thee. Dus mijn ontbijt. Ik heb de Scandinavian ontbijt gekozen. Dat is met poached eggs, avocado, tomaat en zalm. En je krijgt natuurlijk ook brood bij, maar die eet ik niet. Ik heb extra erbij besteld grilled tomatoes. En Nessim heeft kipworst en lekker fruit. We eten hier elke dag zoveel fruit. Niet normaal, maar het is ook echt zo lekker hier. Nessim's ontbijt is vandaag een Mexican breakfast. En dan krijg je dus in plaats van brood, krijg je corn fritters. Wat is dat, Nessie? Ik heb oprecht geen idee. Zo, wat zijn joh? Dit is een soort van maispannenkoek eigenlijk. Oké. Okay. Boiled eggs. En we gaan nu lekker ontbijten. Wij zijn nu bij een salon en krijgen zo dus een voetmassage. En dan neem ik altijd lekker een Cola Zero mee. Ik zit hier meestal een uurtje samen met Nessie. Heerlijk. En dan nemen we altijd even drinken mee. Wij zijn nu bij het zwembad. En meestal gaan we hier eigenlijk de hele middag chillen. En bestellen we gewoon lekkere drankjes en snackjes. En ik laat jullie zo even zien wat wij als eerste gaan bestellen. Hela! Die is die! Nee, gewoon normaal. Gewoon normaal. Heftig hoor. Oh, extreme sports. De eerste bestelling. Ik heb een coconut besteld. Ik drink hier op Bali echt heel veel kokosnootwater. Super gezond en ik hou niet veel van water. Dus een mooi vervanger voor mij. Ik denk dat hier echt gewoon 4 glazen aan drank in zitten. Want er zit echt zoveel in. Dus het keeps me hydrated. En ik vind het gewoon heerlijk. Wel even eerlijk erbij zeggen dat als dit niet gekoeld is, dit echt super goor is. Dus ik drink hem eigenlijk alleen maar als die uit de koelkast komt. Zo, wij hebben lekker gezwommen en we hebben nu weer een beetje trek gekregen. Maar we zitten hier natuurlijk al een paar dagen, dus we kennen het nu een beetje uit ons hoofd. En er zijn voor ons niet zoveel opties, want we zijn lekker gezond bezig. Dus we hebben een cafeetje gevonden om lekker te lunchen. En dat is dus deze, 3 Monkeys in Sanur. En er zijn heel goede recensies over, dus... We gaan hier even naartoe rijden met de scooter. We zijn er, de 3 Monkeys in Sanur. En het is nu best wel rustig, maar we zijn hier dus al eerder langs gereden. Toen was het echt mega druk. Het is meestal in de avond en zo.
ben benieuwd. Let's go. Nou, aangekomen bij de Three Monkeys. Mijn haar is nog echt helemaal nat van het zwemmen. We hebben ons helemaal niet afgedroogd en we hebben gewoon onze zwemkleren hieronder. Maar het is echt zo warm dat het eigenlijk allemaal niet meer uitmaakt. Ik ben aan het vervellen, hè? Ja. Ik ben echt heel vies aan het vervellen. Heb je weer een velletje gevonden? Zeker. Ik ben heel erg benieuwd. Het is nu heel erg leeg, maar er hangt wel een leuke sfeer in, hè? Verder. Mooi. Ja, vind ik ook. We zijn even van plek veranderd. En dan kwamen dus mensen achter ons zitten en die waren echt zo luid de hele tijd. En wij komen echt een beetje voor ons rust. Dus we zijn gewoon lekker naar beneden gegaan. Nessim's eten is er eerder. We hebben spinazie besteld voor ons samen. Hij heeft van die fresh spring rolls besteld met garnalen, hè? En dit is? Calamari. Oh, Janne komt er ook aan. Gegrild. Lekker hoor. Ben benieuwd. Groene salade. Oh, dit zijn courgette koekjes. Met wortel. Thank you. Het ziet er echt heel erg lekker uit. Een lekkere groene salade met avocado en komkommer. En mijn salade met halloumi. Dat is dus deze kaas. En met aubergine, tomaatjes, olijven. Guys, wij zijn weer in het hotelkamer. En ik heb me voor het eerst in een week een beetje gefatsoeneerd en mijn haren gedaan. Ik zweer, ik heb het echt een week niet gedaan. Een week lang gewoon vast gehad. En ik ben me voor het eerst zo uitgebreid aan het opmaken. Maar het laatste wat jullie hebben gezien is dat we bij Three Monkeys hebben gegeten. En vond je het lekker, Nes? Vond lekker. Ik vond het echt, echt heel erg lekker. Vooral de courgette koekjes vond ik heel erg lekker. En mijn salade vond ik eigenlijk ook echt heel erg lekker. Dus echt een aanrader als je in Sanur bent, ga naar Three Monkeys. Wij zitten ons nu klaar te maken, want we gaan nu alweer zo bijna uit eten. Wat ik nog meer wil vertellen. Oh ja, heel vaak wordt gevraagd aan mij van hoe eet je gezond op vakantie? Wat zijn jouw tips daarvoor? Ten eerste, ik eet eigenlijk helemaal niet zo gezond op vakantie. En het is denk ik mijn eerste vakantie waarop ik echt gezond eet. Ook al heb ik gisteren een hele zak cassava chips gegeten. Maar ja, ik heb voor de rest gewoon gezond gegeten. Het maakt niet uit. Wat ik doe is eigenlijk tijdens het ontbijt geen brood eten. Dat vind ik een belangrijke. Dus ik skip brood helemaal. Ik eet gewoon ei met avocado, ei met groente en een bakje met fruit. En zwarte koffie. Ik drink ook geen melk. En tussendoor drink ik gewoon lekker water, kokosnootwater, cola zero of cola light. Avondeten neem ik gewoon een stukje vis eigenlijk hier. Ik heb hier heel weinig vlees gegeten. Ik heb hier geen vlees gegeten. Ik heb wel kip saté gegeten en heel veel vis. Ik neem meestal een stukje vis, maakt niet uit wat voor vis. En dan heel veel groenten erbij en gewoon heel veel kleine gerechtjes vooral. Gewoon gebakken groenten en zo vind ik heerlijk. En daarna als toetje gewoon weer een bakje fruit. En voor de rest, ja, wat eet ik nog meer, Nessim? Groenten. Heel veel groenten. En heel veel vis hebben we hier gegeten. Dat is het eigenlijk een beetje. Maar ja, dat zien jullie natuurlijk in deze video ook. Ik ga me even snel klaarmaken en dan zie ik jullie zo. Oh, ik heb hier echt zoveel zin in. Ik heb deze dus van de supermarkt gehaald. Want die hebben ze dus niet in de koelkast zitten hier. Ze hebben alleen normale cola. En toen had ik eigenlijk mijn hele koelkast ermee gevuld. En dit is mijn laatste alweer van de vakantie. Heerlijk. Time to eat. Yeah, heb je nu eigenlijk een beetje trek of honger? Ik heb nu eigenlijk wel honger weer. Ik ben een uur geleden van, oh, ik heb eigenlijk helemaal geen honger. We hebben om 2:30 gegeten, toch? Ja. We hebben om 9:30 gegeten. We hebben om 2:30 gegeten. En het is nu, hoe laat ongeveer? 5:07. Dus dat klopt wel. Wij zijn aangekomen bij het strand. En hier zijn de tentjes waar we allemaal kunnen eten. En de eerste is echt een local tentje, zeg maar. Waar je vis kan eten. Ik zal jullie even laten zien hoe het eruit ziet. Heel simpel. Kijk, hier kan je dus vis uitzoeken. Wat je wil. Dit is de keuken. Kijk, het is heel simpel hier. Dus nu te wachten op onze vis en het is hier best wel druk.
super druk. Ja, het is eigenlijk helemaal vol, hadden we echt niet verwacht. Want we liepen dus laatst hier langs, omdat we naar een ander tentje wouden. En het is niet zo dat het van buiten heel erg mooi eruit ziet. Kijk, dus het letterlijk gewoon dit. Het is alsof je in iemands tuin eet. Ja, en we zagen de vis en zo, dat het helemaal aan het barbecue en zo waren. Toen dacht ik, ja, het ziet er wel gewoon echt fucking goed uit. Dus ik wil daar gewoon eten, dus... Zodoende. Ook lekker gezellig bij het strand. Het duurt wel echt lang voordat je ze krijgt. Er staat ook Be Patient. Ja, dat is heel grappig. Er staat ook echt inderdaad Be Patient. Onze eerste eten is binnen. Je krijgt er dus rijst bij, dat wist ik niet eens. En je krijgt er ook een beetje groente bij. Dit zijn de kanalen. Ja. Dit zijn de clams. Dat is, ik denk die kanalen. Inktvis. Ja, het lijkt wel echt heel lekker. Dorade visjes. Nou, visjes. Eén grote vis. Erg aan het genieten, echt niet normaal. Ik ga nu de dorade eten. Ik heb het al een hapje genomen, het is echt abnormaal lekker. Oh, joh. Heb je het geproefd? Nee, nog niet, man. Gaat ie dan. Ja, hè? Ik heb echt nog nooit zo lekkere dorade gehad. Er is overal twee sausjes bij. Dit is een chili saus, heel erg pittig. En dit is een garlic saus. Kijk eens, jongens. Alles is op. Ella! Jelle, was je knoflookhanden? Het was heerlijk. Ik zweer, als ik hun een cijfer moest geven, zou ik gewoon een 10 geven. Een 10 plus. Ik zweer, dat was zo lekker. Ik heb gewoon mijn handen gegeten en Nesma is gewoon al ingegaan met zijn handen. Kijk, je ziet het wel. Berekend, jullie gaan het niet geloven. Alles wat je zojuist hebt gezien, alles, was voor 17 euro in totaal. Nou, dat ik dit nu pas heb ontdekt. Mijn tip aan jullie, eet meer gewoon tussen de locals. We zitten nu bij een andere strandtentje. En dit is wel echt heel erg toeristisch. Het ziet er wel heel goed uit. We hebben hier vaker gegeten. En ik denk dat we hier gewoon lekker een fruit... iets gaan bestellen, iets als toetje, want ik heb nu echt een heel erg naastbaar van vis. Kijk, je krijgt hier standaard dus deze chips en het is purple sweet potato chips. In ginger shots, ik ga zo dood denk ik. En we hebben lekker watermeloen besteld. En Nessie heeft dus infused cold tea. Met honing. En hij doet er nu honing overheen. Proost, ik denk dat ik dood ga, want purer dan dit kan je ginger niet hebben. Oh, succes man. Oh, oké. Okay. Je mag ruiken. Heb je nou kaneel aan de kant? Kaneel? Dat is fucking chili waarschijnlijk. Peper of zo. En? Oh, ik ben doodgegaan. Oh. Oh, dat is suiker. Lekker. Oh. Niet alleen wij eten natuurlijk, maar ook de hondjes op Bali eten. Oh, lekker zeg. We zitten nu weer in het hotel. Nu komt eigenlijk het moment waarop je dan heel erg zin hebt om te snacken. Het is inmiddels 10 uur en ik heb er nog niet aan toegegeven, maar Nessie wel. Hij heeft snootjes gegeten die zeg maar gedipt zijn in cacaopoeder. Het valt nog wel mee en hij heeft een cola zero gegeten. En gedronken, oh mijn god. Morgen is onze anniversary, ik weet het toch wel. We gaan vis eten bij de zee, bij het strand. Nee, niet wat jullie vandaag zagen, maar we gaan naar Jimbaran. En dan gaan we lekker aan het strand vis eten. En dat is iets luxer dan wat je vandaag zag. Maar dat is alleen omdat het Valentijn is. We hebben geen flow idee wat we gaan doen. Maar dat zien jullie in een andere vlog. Hoef ik helemaal niet over te hebben. Ik hoop dat jullie deze video in ieder geval een beetje leuk vinden. En dan zie ik jullie heel graag bij de volgende. De volgende video, de volgende extra video wordt een soort van mukbang. Met allemaal snoep uit Bali. En koekjes. Oh zo, sorry man. ik zit zomaar te boeren. Ik denk dat ik vergeten dat je het filmen was. Bruh. Tering goed.